Hallo mensen, vandaag is weer een nieuwe video. We gaan live zombies doen. Yay! En ja, ik nu op een Zoom, oké? Nu, wapen. Zoals je ziet, ik ga nu Nuketown zombies doen. En ik heb er zin in. Gewoon, dat ik er zin in heb. Ik ga even proberen iedereen te killen. Ik heb niet de multiplayer. Oh, en ik weet trouwens een secret, de Guyana Knuckles. Wat zit hierachter? Dat is een soort van stranding, in plaats van knife, stranding soort van. Dat gaat voor mij tot ronde 14. Kan die, niet tot ronde 14, maar... Ja, tot 114 kan die. Hier. Ik geef eigenlijk tot 114 kan die. Kan die 1 hit knife kill. Het is ook voor mij wat sneller dan een normale knife. Het kost 6000. En om hierheen te gaan, 3000. En hier staat eigenlijk 95. Soms moet ik nog killen. Dan komt er weer een soort van backpunch machine naar beneden. Ja. En ik zie nu even geen zombie. Oh jawel, daar. Het zal waarschijnlijk de laatste zijn. En de vast ook. In deze bus zit ook allemaal van die hele goede wapens en zo. Claymores, bowie knives. En de AK 74 U. 47 U. En de granaat, ik veel. Sorry. Hoeveel zombies moeten we nog? 94. Nou. Even snel de trap kopen voor als ik problemen heb. Maar ik heb quick revive dus. Nu krijg ik nog mijn tekenknijpen. Ik heb hem op easy staan. Van de difficulty ofzo. Ik had hem op easy gezet. Want dan nou het ook langer vol. Ik weet niet of jullie het leuk vinden, maar moet je dat even zeggen. Ik zit nu op 560 points. Wow. En een tip, je moet gewoon goed achter je kijken en goed blijven rennen. En als je geraakt wordt, wegrennen. Ik probeer hem even toch van mijn huis te raken. Ik zeg wel, nice. Al 4 keer schieten. 3. Oké, je moet 4 keer schieten, anders zit 1 knife. En er is weer een rol voorbij. Oh, zag je een soort van groen vuur? Cool. Ik probeer zo lang te survivalen als ik maar kan. Dus. M6 heeft die staat op 10. We hadden net 10 ronde van 10, nee. Maar ik weet niet of het nog is, maar niet. Ik had 86 zombies killen. Zodat de nieuwe machine naar beneden gaat. En ik ga nog geen deur openen totdat ik de Guy Lover in de map heb. Oké, nu moet ik 5 keer schieten. Oh, weet je. In stack heel, dat betekent als je dan een zombie maar 1 keer te raken en hij wordt dood. Dus dit. Is die al dood? Dus dit is eigenlijk een brain lover knuckle ofzo. Ik heb toch maar 1 keer raakt, maar dan is al dood. Oh, zo. Wat zombies. We zitten bij ronde 3. Ik heb bijna genoeg punten om dit te openen hier. Oh. Ja, oké. En ik heb hem geopend. En automatisch is deze hier ook, hè. Hier de Galvanakkels. Oh, dat bedoelde ik. Galvanakkels. Galvanakkels of zo. Dat weet ik allemaal niet. Maar ja,
Nu moet ik even 6000 punten, zoals jullie net zagen. Ik heb 6000 punten nodig. En ik gooi even vanuit daar, vanuit daar, vanuit daar. Gewoon even de veiligheid. En ik ga nu niet meer knijpen, met deze naam. Ja, 3 knijpen. Ga ik nu een M14 bij pakken. Ik speel mijn nieuwe controller. Ik zie je misschien zo wel in beeld. Nee, ik denk het niet. Ik speel mijn nieuwe controller. En de ronde is weer bij omdat ik een nieuwe pakte. Ik heb nu DLC's. En ik kan ook Turned Gameplay. Dat is een nieuwe game ook. Kan ik op gaan nemen. En ik weet nog niet welke wapen ik ga pakken, puntje. Dit is wel live. Dus cool. Dit is live. Yes. Dit is niet een theaterbeeld dat ik normaal doe in multiplayer, want dan zit hij meestal te spelen. En dan, als ik dus record, gaat het meestal slecht. En dan hoef ik me nergens zorgen om te maken, want dan zit ik altijd heel gespecialiseerd te spelen. Maar nu live zombies, dat zal live moeten, want dan is het een beetje saai als je dat niet live moet zien. Alweer double points. Pippie. Uitkijken voor de zombies die achter me zijn. Anders dan ben ik dood. Ah, dan ligt ik op de revive van de finaal. Maar 200 punten. De zombies beginnen een beetje te denken. Dus ik moet altijd zo langs lopen. Dan probeer je gewoon niet te raken te worden. En dan in één groep moet je ze krijgen en lokken. En dan ineens gewoon een granaat schieten. Daar een granaat erbij. Ook een granaat. Een granaat. En zombie. Die ruim ik even voorbij. Oh. Ik heb toch weer 3-5. Dus. Ik speel niet multiplayer, ik speel solo. Oh. Misschien hoor je mijn knopjes van de controller, maar ik kan niks meer doen. Ik kan misschien een headset of zo kopen. Ja, dat is nieuw. Nu ga ik even ammo kopen voor de hoe heet die? De M14? Maar ik had die een stick heel erg laten kopen. Daar een paar granaten weer. Nee, een granaat die oude. Een insta kill is er nog steeds. Kijk, en dan is er een insta kill weg. Dan komen er ineens zombies op aflopen. Kijk, hier. Double headshot. 52 kills. Moeten nog 29 om voor een nieuwe perk. Ja, oeh, weer een nieuwe. Zo. Ja, kom dan, hè. Wat een nuke is, kan je gewoon. Als de nuke nog bezig is, kan je jezelf eigenlijk gewoon laten raken. Want je gaat toch niet, wordt er niet door geraakt omdat het een nuke is. Oh, dat moet ik. Oké, ik ga niet meer knife kopen op die galmakbossen. Ja. Nu kan ik gewoon weer knijpen. Oh, de ronde is net voorbij. Net niet genoeg voor de galmakbos. Nog 4 zombies te killen en dan komt er een nieuwe pack-a-punch machine van de lucht. Kan het pack-a-punch zijn of purple machine doen eigenlijk. Ik had een hele lading opgenomen voor dat. Zombies worden gekild. Dat is wel jammer.
maar ik kan ook niks aan doen. De zombies worden elke ronde sterker en er komen elke ronde meer. Dus wordt steeds moeilijker, maar het is wel logisch. En mijn gamertag, voor als ik nou als kind wil vragen, is de Olaf de DJ. Bijna elk groep. Ja, en ik ben down. Oeh, next time. En ik heb dat even. Ah, oh, mijn Mac. Oh. Moet even snel naar die. Quick revive. Ik heb nu quick revive weer. Ik kan hier gewoon de grond springen. Nee, jammer genoeg zijn er nu weer wat punten weg. Maar. Overleven is beter dan doodgaan. Dus. Oh. Ik heb mezelf een beetje benoemd, want ik ben dus ook weet of niet. Eigenlijk kan je achteraf manier bijna wel door de zombie groep heen lopen. Het is niet eens heel moeilijk, gewoon een beetje rennen en dan... Kijk dan, die staan er nog niks mee. Hoi. Kijk, dit moet ik eigenlijk niet doen, maar ja. Dat hoef je eigenlijk helemaal niet moeten doen, daar naar binnen lopen. Maar ik kan nu de Galvanappels kopen. Ik kan het gewoon niet in uitspreken. Wow. Oké. Je ziet al wat hier in de online is. En ik heb nu de Galvanappels. Het is een soort van stroomding. Ik zal zo eens even laten zien. We zitten nu in ronde 8. Oh, ik heb Emma. Nu laten we even deuren gaan openen. Als veilig. Want ik wil niet. Ja, is precies genoeg. Voor deze deur. Ah nee, ik heb alles verkeerd geopend. Ik had die. Oh. Ik had die andere ding daar niet over. Ik heb nu nog gehad van nakels. Maar ik had daar moet openen, daar kan je meer langer surviven. Kijk, die was niet geraakt. Hij ook niet. Dit wordt denk ik een gave nagel zo. Voor een tijd. Ja, niet voor een tijd. Next ammo. Bitter. En als jullie deze gameplay verder willen doen, zal ik misschien wel parts maken. Als ik het een stukje dan upload ik een paar stukjes. Dan hoef je niet de hele tijd te kijken. Nou, een stukje heel niet echt wat we nodig hadden. Of gewoon een beetje om. En voor deze, dat is iemand daar niet vanaf. En ja, misschien ziet hij zichzelf wel terug op YouTube. Ik hoop dat deze opname op zo. Opname dan niet valt. De misschien was ze daar. Ik ga er nu denk ik even heen. Dit was eigenlijk de ding waar ik heen wou. Oeh, al dubbel tap. Serious. Oh, wat heb ik aan dubbel tap? Ja, maakt niet uit. Hoeveel zombies zijn er nog? Maar 50 moeten we killen. Ja, dat was de laatste. Want de laatste zombie gaat altijd sneller rennen. Zoals ze niet glitches kan uitproberen. Dat is voor mij, dan kan je geen glitch uitproberen. Als als ze nog een crawl of zo is. Maar kijk, dit heb ik dus helemaal niks aan. Eigenlijk moet je hier gewoon een beetje heel veel rondjes rennen. En dit is een heel dodelijk pad. Als je hier komt, en daar komt een zombie, daar komt een zombie, kan je nergens weg. Dus, moet je vooruit kijken als je leuk zweert. En een Xbox of PlayStation. Ik heb een Xbox. Want ik denk dat het Xbox beter is. Dus voor mij ook. Ik heb niks gezegd PlayStation, maar ja. Liever Xbox.
Als je ziet, er is een punch die een soort van die zombies neer, want het is een stroomstok aan de zon gewerkt, of die stroomstok niet maar is, die is wel dood. Of was niet even. Zag je dat net? Van de... Oh, ja. Dan zal ik gelijk de rond verbouwen. Dit is wel een goed wapen, die zou ik vernemen. Dit is een soort van shotgun. Maar die hoef ik niet. Ik zal even dit wapen gaan gebruiken. De execution. En ik koop zo ook een speed code van iets sneller dan lopen, maar iets bedoel ik wel een stuk sneller, een soort van fast mag. Neem al gewoon een stuk sneller. Zo. Bijna dood aan. Ik heb misschien ook zo nog een keertje over me. En wat het zo komt. Ja. En ik ben down. Die stomme zombies. Dan zet ik mijn perks niet meer. Ik heb nog wel de gala mask of zo. Oh, ik moet het niet doodgaan. Nou, ik ga even terug naar een soort van pandemie. Niet echt van vriend, maar dit is wel een goed water is. Oh. Nee hè? Snack zombies. Oh. Waarschijnlijk moet ik niet doen, want dan heb ik niet gelijk. Ja, en ik moet het doen zonder quick revive. Dit kan het einde worden, straks. Hopelijk ga ik al niet dood. Helaas geen juggernaut. Dat betekent dat je voor mij 4 keer kan geraakt worden zonder down te gaan. Ah, een val heb ik ook helemaal niks aan. Ik krijg altijd als ik mystery box slechte wapens. Dat dan in 1 dag had ik de regen en nog meer goede wapens. Oké, dit is 1 van de beste wapens. Pak een sparel? Nee, eerst een beetje met deze. We zitten er onder 10. 3 downs. Maar ja. Voor mij dwaalt die lobby. Ja. Ja, het was dus. De H-A-M-R. Het wapen. Al die plekken waar op die dozen staan, kan eigenlijk een mystery box trekken, kun je misschien als perk machines komen. Dus als dat je dat weet. Oké. Dit is echt een beast die weapon, zoals ze dat noemen. Zo hoor. Oké, nu moet ik mijn mystery box ook wel goed. Dus laat ik dat zware wapen bijpakken. Ah, je hebt een granaten. Gooi ik net een. Ja, doei. Zeg me nog wel. Ik wist het. Ik zat dus op dat dodelijke punt. Ik ben nu af. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.